En dames en heren, zo bent u dan verbonden met het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het Olympisch Stadion dat nog één keer is volgelopen voor de man van wie Nederland en dus ook Amsterdam en in de eerste plaats wel Amsterdam afscheid neemt als actief voetballer Hendrik Johannes Cruijff. Hier ziet u links in de ereloge zijn familie, zijn vrouw Danny en andere familieleden. Officials van de KNVB. Hier hebt u de erewacht van de ballenjongens. Het Ajax-tiental staat op het veld. Het elftal van Bayern München. En hier gaat Johan Cruijff uit de kleedkamer op weg naar zijn Nederlandse afscheidswedstrijd. De man die beter dan de vroegere Engelse dribbelkoning Stanley Matthews was. Beter dan de Hongaar Puskas. Beter dan de Duitser Netzer. Beter dan de Noord-Ier Best. En de evenknie van Pelé en Di Stefano. Dat is de eerlijke mening van vele voetbalexperts. Die al deze groten hebben zien spelen in hun beste jaren. Deze Cruijff gaat na 13 jaar topvoetbal er zijn Nederlandse streep onder zetten. Hedenavond. Hij speelde 48 keer in het Nederlands elftal, maakte er in 33 goals, speelde 350 officiële wedstrijden voor Ajax. En hier betreedt hij het veld van het Olympisch Stadion. Driemaal was hij de beste voetballer van Europa. 71, 73 en 74. Tweemaal topscorer van onze Eredivisie. Hij maakte daar in 190 goals. Zesmaal landskampioen met Ajax. Driemaal winnaar van de Europa Cup, eenmaal van de Super Cup, eenmaal van de Wereldbeker. Ik zou nog wel even door kunnen gaan zo. Maar het is genoeg, dacht ik. En gaat hij de middencirkel binnen, schudt de hand van officials. Waaronder de heer Meuleman, de voorzitter van de KNVB, die hem zo zal gaan toespreken. Dames en heren. Maak ik even uw aandacht. Johan Cruijff, is vanavond je afscheid. En het bondbestuur van de KNVB heeft besloten, en dat weet je intussen al, je hebt het allemaal gelezen en gehoord, om jou op te nemen in het legioen, en dat is niet zo groot, van bondsridders. En van mij, als voorzitter van de KNVB, vind ik het een grote eer dat ik jou deze onderscheiding mag opspelden. Ik neem aan dat je er vanavond niet mee voetbalt, maar dan krijg je hem straks van mij wel terug. Johan, deze onderscheiding, ik maak het kort, het is koud, maar als ik uit de grond van mijn hart zeg, Johan, bedankt wat jij gedaan hebt voor het Nederlandse voetbal. Zowel nationaal als internationaal. En wij zijn er jarenlang trots op geweest. En we zullen er trots op blijven een Johan Cruijff in onze gelederen te hebben gehad. Johan. Johan, ik zal het kort houden, maar wil je als voorzitter van Ajax toch enige woorden tot je spreken. Het zal iedereen bekend zijn dat de naam Johan Cruijff onverbrekelijk verbonden is met Ajax en dat jij een zeer groot deel van onze wereldsuccessen hebt gedragen, waarvoor onze erkentelijkheid. We zijn daarom verheugd dat je eindigt waar je begonnen bent. Als werkend lid van Ajax en dat je de Watergraafsmeer hebt teruggevonden. Je gaat vanavond je sportieve loopbaan besluiten en begint een nieuw leven als ondernemer. Ik ben ervan overtuigd dat je met jouw karaktereigenschappen en met jouw doorzettingsvermogen ook hier zult slagen. Om goed op de hoogte te blijven van de recente wereldgebeurtenissen hebben wij in overleg met Danny besloten jou een kleurentelevisie voor je werkkamer aan te bieden.
Onze wens is ook dat je goed bij de tijd blijft. En daarvoor bieden we jou een persoonlijk cadeau in de vorm van een gouden horloge met inscripties van de grootste Ajax-successen, de 3 Europacups en de Wereldcup. Johan, ik wens jou met Danny en de kinderen nog heel veel geluk en gezondheid. Vaarwel. Ja, doe even uit, Johan. Ja, dat is prima. Johan, graaf hier naartoe, Johan. Johan. Johan, steek eens omhoog. Johan, hier naartoe. Johan, hier naartoe. Johan, hier naartoe. Oh, prima. Johan, hier naartoe. Een groet van Graaf aan de tribunes. Het was even een wat verwacht moment, omdat... Op het officiële lijstje stond nog een spreker, te weten de burgemeester van Amsterdam. Maar dat schijnt niet door te gaan. Wel aan. Cruijff is bondsridder van de KNVB dus. En heeft ook nog een kleurentelevisie. Ajax hier dus vanavond voor een vrijwel uitverkocht Olympisch Stadion tegen Bayern München. Uit West-Duitsland, oude tegenstander uit de Europa Cup. En met daarin nog diverse bekende gezichten, bekende namen. Ik noem u Sepp Maier, de 34-jarige keeper. Ik noem u Gert Müller, de 33-jarige midvoor. Ik noem u Oblak, de Joegoslaaf. Ik noem u Paul Breitner, niet te vergeten. Die eens voor Real Madrid speelde. En ik noem u Schwarzenbeck, ook een oude getrouwe. En dan verder de veel jongeren Dürrenberger en de zeer snelle Karl-Heinz Rummenigge. Scheidsrechter de Nederlander Jan Beck. En Ajax speelt in de opstelling die u hier links in uw beeld hebt. Daarbij zult u één bekende naam missen, namelijk die van Ray Clark. Hij is geblesseerd en wordt vervangen door het jeugdige talent Ruud Keizer. En dan Cruijff spelend onder nummer 14. Achterhoede Schrijvers in de goal. Meuts tegen Krol, Zwambor en Eversen. Middenveld Erkens, Tahamata, Leerbu. En de frontlijn Lalling, Cruijff en Keizer. Sepp Maier in uw beeld. Sinds een prille jeugd spelend voor Bayern München. Zo, dames en heren, nu gaat Dossen. Een Duits record international. Dit is Gert Müller met het baardje. Ruud Krol heb je herkend. En links in uw beeld Jan Beck. Johan Cruijff.
We zijn toe aan de aftrap. Tientallen fotografen zoeken het een plekje achter en naast de goal van Sepp Maier. Zij en wij in afwachting van hopelijk wervelende acties van beide kanten. En dan vooral natuurlijk, als het even kan, van de hoofdpersoon Johan Cruijff. Scheidsrechter Jan Bijsen. Krol. Breedte paas ligt Tahamata, achteruit gelegd. Krol. Diepte paas was bedoeld voor Cruijff. Opgevangen door Hartsman. Breitman. Hele fraaie diepte paas. Eversen. En de voorzet. Mooie entree van de man die afscheid neemt. Corner Lali. Meuts tegen. Erkens. Hele verre trap. Richting Gerd Müller. En verdedigt schietkans en scoort. Schitterend. Een schitterende goal van Gerd Müller, de 33-jarige. De vroegere Bombardier Nacho. Hij zit nog niet verleerd. Kijk je naar de herhaling. Een hele verre trap van Sepp Maier. Ajax defensief even in de verwarring. En Gerd Müller scoort briljant. Dat is 0-1 na nauwelijks 2 minuten. Breitner, een opzetje. Krol. Ling laat zich terugvallen. Hier is hij in balbezit. Ook Cruijff hangt een beetje terug, maar gaat nu meer naar voren. Meuts tegen Ling. Goede schijnbeweging. Nu moet hij zijn man binnendoor passeren. Doet dat. Twee man, maar nog geen terreinwinst. Balverlies Tahamata. Eversen. Ajax sterk opgedrongen. Wel 1-0 achterstand. Erkens. Meuts tegen. Leerbuur was iets te klein. Gekopt door Keizer. En daar is Cruijff. Recht hem naar binnen. Schot mislukt. Daar zit de familie. Danny Cruijff. Jack van Zanten, de organisator. En de zilverharige Cor Koster. Oblak blijft terug. Breit naar de paas. Horsman en weggewerkt. Weggewerkt door Zwangbo. Lalling. Meuts tegen. Daar is Cruijff. Kromme paas. Bedoeld voor Tahamata. Onderschept Schwarzenbeck. Breitner. Zorgvuldige paas op Roemenieke. En die heeft pure loopsnelheid. Nürnberger. Breitner niet. Maar een overtreding van Zwangbo.
publiek fluit, publiek denkt van kom. Laten we nou niet al te serieus doen, Jan Beck. Maar voor een scheidsrechter is het zeer moeilijk om meteen al losjes en buiten de regels om te beginnen. De zaken moeten serieus worden aangepakt. Daar is de vrije schot, maar er is naast. Schot van Niedermayer. De Reptuur. Bayern München staat derde in de Bundesliga. Cruijff. Horstman heeft onderschept. Breitner heeft overgenomen. Horstman. Schwarzenbeck. Niedermayer. En Zeppmayer. Swanborn, lengte. Horstman ertussen, Schwarzenbeck kan wegwerken. Links zat er even tussen, maar verspeelde. Erkens, ook hij verspeelt. Kroll. Goeie opening. Op Cruijff, Cruijff op rechts. Daar is de voorzet. Link. Net even te weinig controle. Nou, met 5 minuten bezig heeft Cruijff al een stuk of 3 goede dingen gedaan. Niedermayer. Duitsers weten de bal heel aardig in de ploeg te houden. Maar hier gaat het dan toch mis. Nee, herstel via Schwarzenbeck. Breitner. Kroll, voorzichtig. En Cijfers. Cruijff. Achtervolgd door Oblak. En nu Breitner. Geeft de paas aan Lerebu. En dan buitenspel Link. Oblak. Schwarzenbeck. Rausch. Breitner. Opnieuw Breitner. Rausch. Geen goede pas. Makkelijk onderschept door Eversen. Dit is Tahamata. Te ver voor zich uit. Nürnberger wint. En hier buitenspel. Dezelfde Dürnberger. Dieptepaas richting Cruijff, maar hij is wel eenzaam daar. En bovendien niet aan de bal. Oblak. Feit aan Link. Erkens. Tahamata. Rietkeizer. Aardige beweging voor buitenom. Het lukt niet. En ook geen vrije schot. Buiten uw beeld neem ik waar dat deze man, nu in uw beeld dus, Ornesen, zich warm loopt. Zeer spoedig zal invallen. Oblak. Eversen gaat eruit. Kennelijk nu al geblesseerd. En Ornesen komt er dus in. Verwachting is dat Lerebu nu wat terug zal vallen. Erkens verliest van Rausch. Schwarzenbeck. Uitstekende dieptepaas was dat weer van Breitner. Ajax moet defensief erg voorzichtig zijn. Dat is Ornesen.
Cruijff. Eén passeerbeweging en de paas. En een kop. U ziet uit de lange zwamborden ook het penaltygebied van Bayern München binnenkomen. Bij deze Ajax corner over links na een minuut of 10 spelen en een 1-0 achterstand tegen Bayern München. Opnieuw corner. Tahamata. Ling en Erkens bij de eerste paal. Nu had er ruimte voor Zwamborn moeten zijn, maar Sepp Maier was attent. Gevaarlijke uitval van de Duitsers. Rummenigge en dan buitenspel Müller. Ik moet zeggen, dat is Oblak die je daar ziet gaan, voortreffelijk uitbrekend. En Müller zoekt de tweede paal op, maar daar komt het schot. Goed gestopt, nieuwe kans, Rummenigge. Bal stuit weg. Nou, u ziet het zelf, dames en heren, terwijl Schrijvers hier hete lucht de koude avond inblaast. Met Cruijff hier aan de bal, dat Ajax het danig moeilijk heeft. En dat is echt geen flauwekul. Cruijff. Een veelvoud aan schijnbewegingen en hier de paas. Voorgetrokken Meutstegen, maar het was meer achtergetrokken. Wim Meutstegen. Ik moet zeggen dat de Duitsers de aanvalsbedoelingen van Ajax aardig doorkruisen. Ajax had misschien gedacht vrolijk te kunnen aanvallen, maar het moet nu erg oplettend in defensief opzicht zijn. Zwamborn. Krol. Bedoeld voor Cruijff, maar een te verre dieptepaas. Cruijff vecht zich terug. Weggezet. Maar dat komt Link. Link tegen Schwarzenbeck op. Breitner. Rummenigge. Snelheid via de vleugels en dan Müller in het centrum. Rummenigge, Müller, Oblak. Joegoslaaf met ontzettend veel techniek. Maar dit mislukt. Paas is verkeerd. Dat wil zeggen voor Cruijff verkeerd. Hij is goed voor Ling. Ling schiet, linkervoet. Corner. Goede actie van Tjöla Link. Beloond met een hoekschop. Daar is Ajax derde corner. Weggehaald Hortsman. Cruijff, daar gaat hij de lucht in, daar komt hij. Zet maar, ja, stop. Intussen blijkt Eversen wegens last van een oude enkelblessure te zijn vervangen. En ik zei het u al, voor hem is dus Ornissen in de ploeg gekomen. Varsman. Leerbu. Erkens. Cruijff, zeer zwaar gedekt. De Duitsers maken er zeer beslist geen grapje van. Als Cruijff wil uitblinken, dan zal hij het op pure klasse moeten doen. En anders gaat de show naar de andere kant. Link. Vrij schop Ajax. Weer is Zwamborn met de
Komt bal van Cruijff. Voorlangs en zet bij. Schwarzenberg. Rausch werd weggezet. Kool. Cruijff. Voortreffelijke paas. Orbissen. En het schot. Ongeveer een kwartier gespeeld. Ajax aankijkend tegen die 1-0 achterstand. Cruijff druk in de weer om bakens en ballen te verzetten. Maar geen enkel teken van krimp geven bij Bayern München op dit moment. Leerby. Kool schuift naar links. Schwarzenberg komt weg. Cruijff. Tahamata. Leerby de lucht in. En het schot van Cruijff. Uitstekende kopbal van Leerby. Hier ziet u het. Opzet van Tahamata. De kopstoot van Leerby. Cruijff met de rechtervoet. Vol op de greep. Misschien onhoudbaar, maar iets te hoog. Aandacht nu voor Karl-Heinz Rummenigge. Vrijschop voor Bayern München. Rummenigge. Prachtig 1-2, gaat scoren. Nee! Kert Müller teruglopend. Kijkt u naar de herhaling. De opzet was van Rummenigge. Gleed handig langs een mannetje heen. Een 1-2'tje met Oblak. En een vlijmscherp schot. Kool. Paas naar links. Weggekopt door Niedermeyer. Er wordt bijzonder rustig en bekwaam verdedigd door de Duitsers. Kool. Storen niet op de helft van Ajax, maar des te meer op eigen helft. Link. Vastgezet door Oblak. Schwarzenberg. Rausch. Uitstekende paas weer. En de scherpe voorzet van richting van. Nog moeilijk voor Piet Schrijvers. Oblak schiet. Schrijvers redt. Bal van Oblak bleef hangen. Nadat Schrijvers voordien nog bijna geklopt was. En Ajax op 0-2 zou zijn gekomen. Ordensen. Kool. Tahamata. Link. Horstman. Schwarzenberg. Rummenigge. Augenthaler. Rummenigge. Dürrenberger. En hier loopt het fout. Dankzij Kool. Hier is Kool. Cruijff meldt zich voor dienst. Daar is hij. Langs één man, obstructie. Obstructie van Rausch. Misschien dat de oud-verdienden van Bayern München nog onder de ban van het begrip Cruijff nog wel iets zouden willen toelaten, maar
De jongere spelers die nooit tegen hem gespeeld hebben, die zijn zeker niet onder de indruk. Dit is zijn vrije schot. Opnieuw. Leerby. Kool. Wel voorgetrokken, maar niet goed genoeg. Rummenigge. Breitner. Het loopt als een trein bij de Duitsers. Vanuit de verdediging komen ze vaak tot zeer goede aanvalsopzetten. Zoals hier, ook lang. Gelukkig voor Ajax was dat buitenspel. En kan Tahamata zelf iets opzetten. Misschien Meuts tegen. Ornesen. Kruijf ontzettend heftig op de huid gezeten. Nu staat Breitner weer tegenover hem. Eén man gepasseerd. Met een keerverloze beweging, dat wel. Meuts tegen de voorzet. Maar veel diepte zit er toch niet in bij Ajax. En dat kan ook moeilijk, want de Duitsers houden veel mensen terug. Eikens, nu misschien. Schwarzenbeck, uitstekend ingegrepen. Breitner. Gave paas, Rummenigge. Hier komt het sprintwerk en het dribbelwerk en het schot. Alles in één. Müller. Ook lang. Wil binnendoor en dat lukt. Daar is de voorzet. Weggehaald Krol. Opgevangen uit Dürrenberger. En dan Rummenigge buitenspel. Ja, ik weet niet wat u thuis in uw gemakkelijke stoel verwacht had, dames en heren. Maar het wordt een zeer serieuze wedstrijd. En Ajax moet er echt zeer geconcentreerd tegenaan gaan om niet verder achterop te komen. Cruijff. Ornesen. Leerby. Bij de corner vlak op links. Linkervoet. Link. Niet scherp naar de hoek. Serieuze scoringskans voor deze man. Schöler Link. Rechts is hij sterker dan links. Schwarzenbeck. Oblak. En de dieptepas. En Rummenigge ligt alweer in de sprint. Maar verliest het niet van Tahamata. Zeer fraai. Leerby. Cruijff. Naar binnen. Naar buiten. Weer naar binnen. En dan een kromme paas buitenkant schoen. Daarop gepakt. Keizer. Krijgt hulp van Leerbuur. Die heeft hij hard nodig. Moet verder terugleggen. Ornesen. En die geeft wat slecht af. Duitsers blijven terug. En zorgen dat de zaak achter goed gesloten blijft. Link over de been van Hofsman. Vrij schop. Het is echt geen ruwe wedstrijd. Maar zo zoetsappig als u het misschien verwacht had, dat is het toch ook niet. Cruijff, schot linkervoet. En geen enkele Münchener voor. Leerby. Swanborn. Muts tegen. Erkens is in het centrum. Verwacht een hoge bal. Muts tegen gaat solo.
Cruijff neemt over. Nee. Zijn eerste foute pas. Tahamata herstelt. Kool. Uitstekend. Cruijff. Gerd Müller verdedigt mee. Tahamata. Uitstekend. Link. Swamborn. Alle veldspelers op de helft van Bayern. Richting Muitsterven. Oblak. Rausch. Rummenigge. Oblak. Breitner. Rausch. Niedermeyer. Rummenigge. Man is overal en nergens, maar vooral overal. Tahamata geeft stevig in en krijgt het applaus. Cruijff speelt die bal. Breitner wil zelf gaan. Breitner! Op het laatste moment zat Krol daar schitterend tussen. Tahamata. Arnesen de paas. Weggehaald Niedermeyer. Breitner. Dürnberger. Geen slecht schot. Wel naast. Omstreeks 25 minuten gespeeld. Ajax nog steeds met 1-0 achter. Cruijff hardwerkend, openingen maken zoals hier op Muitsteen. Link. Arnesen. Dat was Ruud Keizer. Jeugdig talent, invallen voor de geblesseerde Clark. Ik heb eens een afscheidswedstrijd van Stanley Matthews in Stoke in Engeland meegemaakt. We gingen alle tegenstanders eerbiedig opzij als Matthews de bal had, want hij moest vooral scoren. Nou was Matthews toen 51 en Cruijff is pas 31. Dat scheelt natuurlijk ook. Weer op het nippertje. Een gevaarlijke doorstoot van de Duitsers gepareerd. Ten koste van een corner. De man die verspeelde was Erkens. Bij de corner houden de Duitsers het kort. Dürnberger. Krol. Breitner gaat het gevecht dit keer niet aan. Trekt terug. Cruijff. Nu is er een beetje ruimte. Ja, schitterende beweging en dan wordt hij opgevangen. Dat is niet leuk. Want de man die afscheid neemt moet natuurlijk niet voortijdig geblesseerd het veld ruimen. Ook Gerd Müller wint zich op. Waarom? Tahamata. Een afzwaaier. Zo wil Maier er nog wel 100 hebben. Augenthaler. Breitner.
Oblak, Horstman, Schwarzenbeck, Erkens, Joeg, maar vergeefs. Maling had daar een beetje succes. Het wordt feller. Schrijver zeer verder uit. Ver buiten zijn penalty gebied. Maar de paas is goed. Komt nog bij Cruijff op. Ja, die moet zich geweldig zijn lichaam gebruiken om de, zich Horstman van het lijf te houden. Breitner. Oblak. Krol. Dahamata. Ling. Krol zou zelf kunnen gaan. Nee, de paas is niet goed. Zwanboer. Alleen Gert Müller waagt zich op de helft van Ajax. En dat betekent weer groot gedrang op de helft van Bayern München. Tahamata. Krol. Leerbu. Geen goede pas. Niedermayer ertussen. Zwanborn. Zo kan het, ja. Cruijff. Erkens niet. Free kick van Erkens. Schwarzenbeck. Breitner. Voorzichtige paas, wel goed op Oblak. Heel geraffineerd, buitenom. En Tahamata met Ajax voor de nieuwe schietkans van een Duitser. De counter via Ling. Ver terug. En het scherm lijkt wel weer te vallen. Misschien Erkens. Daar is hij. Ling. Arnesen. Gaat achter zijn eigen paas aan in wanhoop. Rummenigge terug. Weer Rummenigge. Schwarzenbeck. Nu wil Ajax de Duitsers wat laten komen. Ten einde zelf in de counter een beetje ruimte te krijgen. En daar wordt naar verlangd. Krol. Goed. Erkens. Link. Moet vechten voor balbezit. Wint. Voordeelregel. Erkens. Bayern München heeft een paar zwakke seizoenen gehad. Maar is nu weer duidelijk bezig aan de opmars. Ik zei het u, staat derde in de Bundesliga. Heeft nog serieuze kampioenskansen. Speelt ook serieus goed voetbal. En u ziet daar vanavond ook het nodige van. 3-3. Goede ingreep van Zwanboer. En daar is Cruijff. Link is voor de goal. Cruijff, wat doet hij? Een kromme bal op Link. Meesterlijke uitval van Cruijff. Maar het geluk dat je een man die afscheid neemt extra graag zou gunnen, dat ontbreekt nog. Kijkt u naar de herhaling. Cruijff op links. Link is voor de goal. Cruijff wacht tot Link ter plekke is en zendt dan deze bal. Intussen is de werkelijkheid van dit moment alweer moeilijk genoeg voor Piet Schrijvers geweest. Want Breitner was dicht bij een goal. Cruijff. Een heel laconiek Sepp Maier. Dürnberger.
Ook hij een geweldige dribbelaar. Twee man van Ajax zijn er nodig om hem tenslotte te stuiten. Leerbu. Keizer. Cruijff. Paas van Cruijff. Weggehaald Rausch. Opgevangen Erkens. Nieuwe paas. Komt bij Muitstegen. Muitstegen naar Ling. Ling buitenkant rechtervoet. Maar toch een afzwaai. Breit. En die counters zijn zeer gevaarlijk. Nu zit daar maar ertussen. Maar verspeelt dan blind die bal. Breitner. Rummenigge. Heel moeilijk te houden. Rummenigge. Swanborn. Leek hem een beetje in de rug te lopen. Het wordt toegestaan. Link. Met ruimte. Wat doet Link? Intussen loopt het penaltygebied daar vol. Legt terug op Keizer. Keizer linkervoet voor. Weggehaald. Müller, hij is alleen. Voorlopig Breitner. Weer zo'n gevaarlijke counter. Breitner gehinderd door Tahamata, die zeer veel werk moet verzetten. Om al die gaten te dichten. Augenthaler. Schrijvers. Ik kan niet zeggen dat het klopt in het centrum van de Ajax-defensie. Er is te veel ruimte, te weinig overnemen van dekking. En Bayern München is uitzonderlijk gretig. Cruijff, weer weggehaald. Augenthaler. Rausch. Breitner. Die paas is niet goed. Erkens, ook dat is niet goed. Breitner opnieuw. Er zit een brok ervaring in Bayern München. Zo hoog als de piramide van Austerlitz. Breitner, Schwarzenbeck, dat zijn van die jongens. Rausch, dat is een nieuwe. Oblak, gaat ook al heel wat jaartjes mee. Horsman. Goed gedaan daarvan. Kool. Ling. Keizer. Samen met Leerbu. Tahamata. Eens zal die bal voor moeten komen. Daar komt hij. Schwarzenbeck. Bovendien buitenspel. Ik denk dat we nog een minuut of 7 van de rust afzitten. En Ajax nog steeds met 1-0 achter. Door dat vroege doelpunt van Gert Müller. Breitner. Oblak. Rausch, dat is niet goed. Kwol. Schrijvers naar Erkens. Een verre worp. Wel effectief. Link. Arnesen. Tahamata. Leerbu. Zeer hoge bal. Komt bij Erkens. Buitenspel. Cruijff betwist dat. Maar hij mag in zijn afscheidswedstrijd eigenlijk niet de boze dingen zeggen die hij vroeger zei tegen grensrechters. Als hij dacht dat ze fout zaten. Het gaat dan ook nog wat vriendelijker. Leerbu. Arnesen.
Muitsteiger. Arnesen. Ja, maar dat is alweer te doorzichtig. Toch komt het nog bij Krol terecht. En de paas. Die Cruijff wilde laten gaan voor Erkens, maar dat lukte niet. Schwarzenbeck, Oblak. Breitner. Positiespel kun je aan Bayern wel overlaten. Dat steekt uitstekend in elkaar. Maar deze paas van Breitner is te ver. Leerbu. Cruijff bemoeide zich ermee. Tahamata. Krol. Ling. Cruijff niet. Schwarzenbeck. Kijk eens hoe goed dat is. Schwarzenbeck die loopt er ook al zeer lang mee. Nooit een technicus. En nu speelt hij de sterren van de hemel. Ook Roemenig en die gaat scoren. Ja, die scoort en het is 2-0. Uit een eenzame uitval. Karla en Roemenig. Kijkt u naar de herhaling. Breitner. Geeft ineens die paas en vlijmende paas. Twee Ajaciden bij Roemenigge. Ze kunnen hem niet houden. Hij is te snel en te gedrukt. En hij scoort en zet Bayern München op 2-0. Cruijff of geen Cruijff? Oblak, fout Muitsteiger. Breitner. Weer Roemenigge. Dat is hij en hij is tot nu toe een van de sterren van de avond. Zo niet de ster, Horsman. Erkens. Keizer. Erkens. Link. Tot zover gaat alles goed. Maar nu Swanborn. Goed voorgetrokken. Schwarzenbeck. Krol, Leerbu. Aardige combinatie. Leerbu, Keizer, Kort. Tegen de rust zitten we dus aan. Ajax, Bayern München. 0-2. Een corner van Cruijff. Van links. Met de rechtervoet. Oh, wat slecht. Merkwaardig is dat. Hij kan het herstellen. Schot. Vlak voorlangs. Vlijmscherp schot. Cruijff. En de gebaren zijn er weer als van ouds. De actie was ook als van ouds. Al trof ze dan geen doel. Kolwind van Roemenigge die terugwijkt. Muitsteiger. Arnesen. Leerbu. Cruijff. Eén man. Baasje naar Tahamata. Tahamata naar Keizer. Terug naar Tahamata. Krol. En een schot van Keizer een paar meter naast.
afwerking, dat is het grote punt wat er bij Ajax aanvallend aan mankeert. De opzet is vaak aardig. Cruijff weert zich geducht. Maar kan het solo tot nu toe ook nog niet klaarmaken. En na deze conclusie vond Jan Bek dat er maar gerust moest worden. De 45 minuten zijn vol. Ajax staat met 2-0 achter. Het is zeer zeker een pakkend gevecht. En als u kijken wilt naar die andere magier, dan moet u straks bij Tommy Cooper zijn. Ik geef u nu even terug naar de studio. We staan aan het begin van de tweede helft. En laten we hopen dat Cruijff's uitsmijter dubbel gebakken is. Daar bedoel ik dan mee dat ook die tweede helft het aanzien volledig waard wordt. Er is een wijziging in de Duitse ploeg gekomen. Daar is de Nederlander Martin Jol, ex-FC Den Haag speler, is erin gekomen. En dan zijn Dick Schoenakker is in de ploeg gekomen bij Ajax. Terwijl u naar die voorzet van Derby kijkt. Een zeer goede voorzet, met moeite weggewerkt overigens. Schoenakker is erin gekomen en Meijer. En Keizer en Meutsteger zijn eruit. Ajax met Schoenakker meteen. En heel goed gaat hij daardoor, maar Meijer grijpt. Breitner. Rummenigge. Krol weggezet. Breitner greep voortreffelijk in. Oblak. Buitenspel Rummenigge. Ja, de grensrechter vlagde ervoor. Maar Bek ging er niet op in. Erkens. Schoenakker. Ling. Aardig buitenom bij Horstman. Schoenakker. Breitner. Weer moeilijk voor Schrijvers. Breitner schiet kans. Schrijvers is eruit. Breitner gaat scoren. Ja, hij scoort. Dat is 3-0. Wel, wel, wel. Oh. U kijkt naar de herhaling. Opzet ook van Breitner. Müller gaat door. Schrijvers komt er wel uit. Werkt wel weg. Maar de bal komt bij Breitner. En dan kan Schrijvers niet meer terug. Moet naar Breitner toe. Die weet alles te ontwijken. En scoort zeer gaaf. Dat is 0-3. En dat begint pijnlijk voor Ajax te worden. Je zou bijna zeggen, ze zijn te serieus die Duitsers. Ze vatten dat toch even niet goed op. De bedoeling was briljante spielerij. Maar daar zijn ze veel te serieus voor. Ajax zal het echt op klasse moeten maken. En daar ziet het niet naar uit. Al was dit een aardig kopstootje. Dürnberger. Cruijff. Schitterende voorzet. Moet de goal zijn. Moet de goal zijn. Goal. Link mist. Vrij voorzet Bayern. U ziet daar nummer 14. Dat is Martin Jol. Bij Cruijff staan.
Oblak. Weer Oblak. Komt ook makkelijk langs zijn man. Maar de paas is niet goed. Tahamata. In de diepte. Cruijff. Kan niet aannemen. Cruijff, de ruimteschepper. Heb ik iets van hem gelezen. Dat echte ruimteschepper, dat zien we vanavond nog niet genoeg. Misschien komt het nog. Horsman. Kool. Geert Meijer. Breitner. Ajax mist op het ogenblik de inspiratie en maakt een wat verdoofde indruk. Als een bokser die zwaar getroffen is en een beetje groggy door de ring gaat. Kool. Een van de mensen die leiding zal moeten geven dat het ogenblik niet kan. Müller. Rummenigge. Schwarzenbeck. Meijer. Ja, en Cruijff wachtend op successen. Tahamata. Leerbu. Krol geeft mee aan Tahamata. Krol. Dat was Keizer, dit is Leerbu. En de kopstoot. Link. Het zit niet mee ook. Hier de herhaling. Leerbu de voorzet. Link komt in, wordt gehinderd. Kopt keihard over. Ajax Bayern München, 0-3, wie had dat gedacht? Müller, Rummenigge, Schoenaker, Meijer, aardige paas aan Cruijff. Cruijff moet nu langs zijn man. Augenthaler is er ook wel langs, is ook op snelheid, gaat schieten van richting veranderd corner. Cruijff zoekt de eerste paal op. Bal richting Schoenaker. Over hem heen. Jol, slecht weggewerkt. En Keizer een soort schot. Dit is Ruud Keizer. Voor in uw beeld. Rummenigge, vrij veld voor zich. Twee Ajaxiden in het nakijken. Rummenigge gaat door op het nippertje. Breitner. Schoenaker. Tahamata. En Schrijver. Schrijver is een man die het moeilijk heeft, niet veel te doen krijgt, toch drie keer gepasseerd. Cruijff, goed doorgegeven. Tahamata, Cruijff opnieuw. Maar het centrum is boordevol
roodgehemde Duitsers. En hier komt de counter alweer, Rummenigge. Met speelsgemak omspeelt hij iedereen en alles. Afgegeven aan Gert Müller. Kroll. Gekopt door Cruijff en goed gekopt ook. Opnieuw Cruijff. Erkens. Lange voorzet. Weggehaald Jol. Cruijff. Keizer. Geert Meijer. Cruijff, een 1-2'tje. Jol heeft het doorzien. Oblak hield die bal binnen voor Durenberger en nu voor Breitner. Keizer goed mee verdedigd. Schoenakker, Ling. Aardig lijkt het, maar hij moest wel erg ver, ging hij terug. Nu niet, Ling. En nu is de paas niet goed. Breitner. Horstman. Ja, en dan gaat hij naar Meijer. Ja, ja. Het is niet echt een demonstratiewedstrijd op deze manier. Het is gewoon een voetbalwedstrijd tussen Ajax en Bayern München. En beide proberen te winnen. En dat Cruijff dan ook nog Nederlands afscheid viert. Dat wordt volledig uit het oog verloren eigenlijk. Oblak. Kroll ging niet door, zag geen mogelijkheden. Schwarzenberg, Martin Jol, Rummenigge. Kans, Durenberger, Rummenigge, zeer goede kans, 0-4. Oh, 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 een drama. Karl-Heinz Rummenigge scoort 0-4. Kijkt u naar de herhaling. Ruim 10 minuten in de tweede helft. Een hakje van Jol. Een passeerbeweging van Durenberger. En dan het schot van Rummenigge. Eenmaal Müller, eenmaal Rummenigge, toen was het rust. Eenmaal Breitner, eenmaal Rummenigge en zo staat het 0-4. En hoe kan Cruijff nog schitteren? Dat is de vraag. Daar is hij. Jol ertussen. Durenberger, die werkt alsof er een Europa Cup finale te verdienen valt vanavond. En dat geldt voor heel Bayern München. Schwarzenbeck. Meijer, slecht verdedigd. En dan komt vermoedelijk weer een goal door Breitner. Breitner passeert en scoort. En het is 0-5. Paul Breitner. Zwak verdedigen begon het mee van Geert Meijer. Toen kwam Breitner al op, een 1-2'tje. En al komt Schrijvers er nog uit. Hij is geklopt en wordt gepasseerd. 0-5. Breitner. Dat betekent 3 West-Duitse goals in de laatste 12 minuten.
Opnieuw Breitner. Leerbu. Meijer kwijt. Leerbu. Cruijff. Moet zich dan maar overal mee gaan bemoeien. Wil er nog iets van terechtkomen. Erkens. Tamata. Aardig voorgetrokken. Weggehaald door Schwarzenbeck. Breitner. Cruijff aan de zijlijn. Gooit zelf. Daar is hij. Maar ook zijn passies zijn wel eens beter geweest dan op dit moment. En ik hoop werkelijk niet voor hem dat hij in de algemene Ajax-malaise mee omlaag getrokken wordt. Dürrenberger helemaal vrij. Het zijn gaten bij Ajax defensief zoals je alleen in Emmentaler kaas nog tegenkomt. Krol. Hier komt hij goed uit. Meijer. Ja, Cruijff. Goed. En nu maakt hij free kick. Het is niet het sfeertje van de afscheidswedstrijd. Het is ook niet het, helemaal de Europa Cup. Het is er een beetje tussenin. Maar Amsterdam... En vermoedelijk u thuis ook, had het zich toch allemaal heel anders voorgesteld. Maar ja, je kunt zeggen, dan moet Ajax maar beter spelen. Dürrenberg, ook hij bijna ongrijpbaar. Gert Müller, voor. En op het nippertje geen zesde goal. Paas van Cruijff. Leerbu kon er niet bij. Jol. Breitner gelooft dat wel. Krol moet Gert Müller passeren om te kunnen bouwen. Gaat dat nu doen. Cruijff. Meijer durft niet. Leerbu. Weggehaald Augenthaler. Rummenigge, daar gaan ze weer. Nee, nu niet. Swamborn. Schoenaker. Tahamata. Allemaal te doorzichtig. En die counters zijn werkelijk ideaal van uitvoering. Meijer. Erkens. Schoenaker. Paas van Swamborn, Geert Meijer. Richting Cruijff, afgedekt. Dat voetbalt heerlijk met 5-0 voor. Rummenigge buitenspel. Leerbu. Krol. Cruijff. Komt diep langs Augenthaler. Krol. Cruijff. Schwarzenbeck. Müller als enige voor.
Swanborn. Leerbu. Dieptepaas richting Geert Meijer, maar hij komt er niet. En dan moet hij eens kijken wat een Caprioli die zet eruit haalt, omdat het toch voorlopig geen corner wordt. Nee, een vrolijk voetbalfeest is dit niet. Een wervelende demonstratie van technisch meesterschap van beide kanten is het ook niet. Het is een door Bayern goed, door Ajax zwak gespeelde wedstrijd. Met een wanhopig strijdende Cruijff daar, te midden van de zwakke ploeg. Erkens. Geert Meijer. Tahamata. In de breedte, Lerby. Weggehaald Horstman, Schwarzenbeck. Erkens. Ling. Krijgt hem wel voor, maar het wemelt daar van Duitsers. Martin Jol. Dürnberg. Augenthaler de paas, niet goed dit keer. Meijer. Cruijff, niet goed aangespeeld, maar toch komt hij om Schwarzenbeck heen. Draait nu om Meijer, om Breitner heen. En daar is het schot, geen goal. En het wachten is op de Cruijff goals. Nou, Cruijff heeft intussen Geert Meijer ingepompt hoe hij de bal dan precies wel wil hebben. Misschien de volgende keer dan. Voorlopig is het Dürnberger. Niedermeijer. Breitner. Schrijvers. Krol. Schoenhaker. En dan kan Gert Müller doorgaan. Wat een misverstand weer. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Scoort hij? Ja hoor. Hij scoort. 6-0. Gert Müller scoort. U ziet het hier. Hoe Schwarzenbeck gaat doorgaat. En Müller in het gat duikt. Want het is uitsluitend gat daar in het centrum. En scoort. Leerbu. Cruijff. Goed afgegeven. Schoenhaker. Schoenhaker schiet. En Meijer doet alles om te redden. En redt ten koste van een corner. Ongeveer halverwege de tweede helft met een hopeloze achterstand voor Ajax. Deze corner van Tahamata. Schoenhaker mist. Leerbu. Schot. En Jol. Müller helemaal vrij. Roemenigge vrij. Leg terug. Dürnberger. Niedermeijer. En nu is er gefloten. Leerbu. Erkens. Cruijff, één man. Kwijt aan de tweede. Maar ten koste van een vrije schot.
Oh, wat een misverstand nou toch weer bij Ajax. Verschrikkelijke fouten. En daar komt weer die Roemenieke. Die man die niet te houden is. Naar links. Breitner. Naar binnen. Voorzet. Misgekopt. Half weggewerkt. Jol. Dürrenberger. Schwarzenbeck. Buitenspel valt open. Ja, nu zou iets moeten kunnen, maar niks kan vanavond. Breitner. Werkt zich ook de beroer te werken. Dürrenberger. Niedermeyer. Rummenigge. Niedermeyer. En de voorzet. Müller gaat scoren. Nee. Wat scheelt het? Deze schande blijft dan toch. Ajax bespaart. En dan gaat Piet Schrijvers uitvallen. Terwijl wij naar de herhaling kijken waarin Gert Müller bijna scoorde. Schrijvers gaat eruit. Er is niet iets zichtbaar van een blessure. Waarmee ik niet wil beweren dat hij er geen heeft. Leerbu. Cruijff kwijt. Breitner. Vreugdevuren of vuren van ergernis. In elk geval een beetje vuur hier en daar op de tribune. Terwijl die verschrikkelijke Roemenigge alweer aanval te maken om te scoren. Hij laat het over aan Breitner. Nee, Jager redt. Jager die is ingevallen voor Piet Schrijvers. En die Duitsers gaan maar door. Jol. Augenthaler. Borsman. Ajax dringt nauwelijks aan op dit moment. Is werkelijk geheel de kluts kwijt. Borsman. Freekick van Ling. Weggehaald Leerbu, daar komt weer een kans. En dat is een goal. Breitner krijgt de goal op zijn naam. U kijkt naar de herhaling. En daar ziet u zijn diagonale schot. Onhoudbaar. Het is 7-0 door Breitner. Een blamage voor Ajax, zonder meer. En ontzettend spijtig voor deze man. Die er een flonkerend Ajax-avondje van had willen maken. En die de kans niet heeft gekregen doordat zijn ploeg faalde. Leerbu. Krol.
En dan komt Breitner weer op. Wie zal hem stoppen? Roemenigge, wie zal hem stoppen? Het ziet uit naar 8-0. Sterker, het is 8-0. Ongelooflijk. U ziet het nogmaals, feilloos afgewerkt. Roemenigge, die daarmee zijn vierde goal scoort. Een deel van het publiek is nu geheel naar de Duitsers overgelopen en jaagt de ploeg toe die voortreffelijk speelt. En hoont het elftal dat zo gruwelijk faalt als Ajax hier na rust. Cruijff. Een paar kussentjes komen er op het veld. Keizer aan de bal. Ook bij hem een kussentje. Meijer. Krol. Keizer, de voorzet. Weggehaald door het ijzeren voorhoofd van Schwarzenbeck. En dan Swanborn. Geert Meijer, die de bal niet binnen kan houden. Tahamata. In ieder geval een man die het blijft proberen. En niet slecht voorzet hier. Maya. Jol. Niedermeyer. Dürnberger. Niedermeyer. Breitner. Roemenigge, overal wemelt het van vrijlopende Duitse spelers. Breitner weer. Niedermeyer. Müller. Dürnberger. Niedermeyer. Schot. Goed gestopt. Ja. Meijer. Keizer. Krol. Cruijff nog een keer. Meijer. Voorzet komt bij Cruijff, hij staat buitenspel. Dürnberger, Roemenigge. Daar hebben we de gevaarlijke tandem weer. Roemenigge. Teruggelegd op Breitner. En die verspeelt nu dan een keer. Cruijff. Ling. Ja hoor. Precies voor de voeten van Breitner. En dat is fout. We zijn het laatste kwartier ingegaan met een zwaaiende Cruijff die zich blijft geven, maar die voor een volstrekt hopeloze taak staat in een volstrekt falend Ajax. 8-0 achterstand en wat moet Cor Bron daarvan zeggen? Zuchten is illustratiever dan woorden, denk ik. Cruijff. Meijer. Schot.
En Deerzep plukt uit het gras die bal. Breitner. Het ziet er niet naar uit dat de Duitsers Ajax ook maar één goal willen gunnen. Die zal echt veroverd moeten worden. Want er zit niets speels in deze ploeg. Müller scoort niet. Grimmige ernst en een onthutsende score. 0-8 Ajax Bayern München. Link. Niedermayer. Roemenigges is alweer uit de startblokken. Daar komt hij. Corner. Ja, als CRM er ook al niks meer in ziet, want de chauffeur werd daar naar de wagen opgeroepen. Dan weet ik niet hoe eenvoudige voetballers het moeten klaren. Dürnberger. Erkens. Cruijff. Meijer. Hij dirigeert, hij beveelt Cruijff. Hij doet ook wel goede dingen. Zij dat hij toch niet in topvorm is. Maar ook hij kan er geen chocola van maken vanavond. Niedermayer. Horsman. Roemenigge. Tahamata. Erkens. Link de voorzet. Schoen uit de kop. En hier de ereloge met Pa Koster. Die de tranen uit de ogen wist. Of simpelweg de neus snuit. Erkens. Link. Tahamata. Krol. Cruijff. Waar blijft het doelpunt? Weer niet. Dürnberger. Roemenigge. Oeh. Dat wordt weer bar gevaarlijk. Roemenigge. Swanborn is kansloos tegen hem. En bijna een eigen doel geschoten. Door Erkens, maar toch gered. Korte corner. Dürnberger. Breitner. Jol. Breitner. Jol. Buitenom. Goed. Goed voorgetrokken. Moet voor Jager zijn. Ja. Leerbu. Meijer. Cruijff. Nou moet hij het alleen doen. Schwarzenbeck is bij hem. Daar komt de paas. Nee. Roemenigge. Waarschijnlijk om Cruijff de gelegenheid te geven nu alleen het veld af te gaan. Ja, dat doet hij. Handjes schudden met Kurt Müller. Ja, het is een aftocht waarvan we ons iets anders hadden voorgesteld. Die veel mooier had kunnen en moeten zijn. Dan bij deze 0-8 stand. En in een laatste wedstrijd in Nederland. Waarin hij, al wordt hij hier ook gehuldigd, niet heeft kunnen schitteren.
Nico Scheepmaker heeft van hem geschreven. Hij dribbelt door onze dromen. Maar de man die vanavond door de werkelijkheid heen ging met fameuze dribbles, dat was een ander. Dat was Karl-Heinz Rummenigge, een 22-jarige Duitser. Niettemin, zijn hele loopbaan overziende, is het natuurlijk uiterst verdiend dat Cruijff hier nog een keertje wordt toegejuicht. En dat hij hier gehuldigd wordt en het veld verlaat. Een grootse carrière is dan toch nu ten einde gekomen. Al zal hij nog een keertje met de Cosmos in New York spelen. Vermoedelijk in het komend voorjaar. Maar wat Nederland betreft is het afgelopen. Het is jammer. Vadertijd staat niet stil. Ook niet voor het grote talent Johan Cruijff. Vergezeld door stadiondirecteur Otto Roffel. En ondanks alles toch breed lachend, zwaaiend met bloemen en krans, gaat hij hier naar de kleedkamer. Afscheid van Johan Cruijff. En de laatste minuten worden nu dan uitgespeeld. En Ray Clark komt Cruijff dan nog even vervangen, ook al is hij niet helemaal fit, deze Clark. Maar ik geloof niet dat er meer veel stemming in het stadion te verwachten valt. Het feestvarken heeft de aftocht geblazen. Zoals ook was afgesproken, hij zou een aantal minuten voor tijd verdwijnen. Hoe de stand ook zou zijn. En nu zal het publiek zich voornamelijk de score herinneren. Nou, het begin via de scheidsrechterbal. En er komen meer en meer kussentjes op het veld. Aan de rand van de Sintelbaan, daar regent het nu kussentjes. Schoenaar. Link. Verliest het kopduel van Augenthaler. Krol. Krol. Schot linkervoet. Ergens in de staatsgebied. Johan Cruijff in de kleedkamer. Er is nog een feestje vanavond. Ergens in Amsterdam. En intussen ging dit daverende schot tegen de paal achter de doelman Jager. Die het toch al zo moeilijk heeft. En gooit Rummenigge een paar kussentjes terug naar de tribunes. Waar nogal wat toeschouwers hun handjes in deze laatste minuten op de verkeerde manier laten wapperen. Labi, Tahamata, Erkens. Ajax is afgedraaid, uitgespeeld. Krol. Dat zijn de triomfen van Bayern München. Die zag u daar op het vaantje staan. Rummenigge. En hier komt dan het eindsignaal. Een enorm lawaai
breekt nu los. Een oorverdovend gefluit. En ik kan het me begrijpen. Ajax heeft zijn roemruchte Cruijff niet de entourage kunnen bezorgen die hij verdiend had. En is zelfs zeer smadelijk met 8-0 ten onder gegaan. Tegen een Bayern München dat bij de rust met 2-0 leidde. En dat daarna eenvoudig heen liep over een zeer zwak verdedigend Ajax. Vooral Karel-Heinz Roemenigge hebt u zien uitblinken. En zo werd het een beschamende, voor Ajax beschamende, 8-0 nederlaag. Ik kan er helaas ook niks anders van maken, dames en heren. Ik moet u met deze slotconclusie teruggeven vanuit het Olympisch Stadion naar de studio in Hilversum.